Hoi, ik ben Bronja en dit is mijn uh, literaire non-fictie-debuut uh, debuut Verloren Taal. Uh, het gaat over mijn familie. Het is een familiegeschiedenis en het is ook een zoektocht naar identiteit en afkomst. Uh, in het boek onderzoek ik uh, in hoeverre uh, het feit dat ik kind en kleinkind ben van vluchtelingen uit het voormalige Tsjechoslowakije van invloed is uh, op wie ik ben geworden. Ik kijk naar familie. Uh, ik kijk ook naar uh, in hoeverre taal uh, daarvan, uh, daarop van invloed is geweest. In mijn geval uh, absoluut. Het is ook de titel van het boek, Verloor Taal. Uh, en ik kijk naar, uh, hoe, uh, ik kijk naar uh, hoe Joods ik ben. Dat is misschien een beetje een rare uh, vraag, maar het is toch een legitieme vraag. Want uh, ik ben niet religieus opgevoed, mijn moeder ook al niet meer. Uh, ik heb weinig kaas gegeten van het Jodendom, ook in culturele en... Uh, uh, traditionele zin. Dus hoe Joods ben ik dan eigenlijk? Um, Verloren Talen is een heel persoonlijk boek, um, maar um, de thema's in het boek zijn dat niet. Het is wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar hoor ik thuis? Dat zijn universele thema's. Dus ik denk dat het boek een breed publiek kan aanspreken. En ja, een soort uh, wij-van-wc-eend momentje.